Welkom bij aflevering 9 van Tuincentrum. Deze week niet over de vijverplanten. Dat stellen we een weekje uit. We gaan, omdat het zo mooi lenteweer geworden is, gaan we naar alle zomerplanten toe. Het vullen van de balkonbak, het inrichten van het balkon. En we hopen dat u weer veel kijkgenot eraan heeft. Nou, vandaag gaan we eens kijken wat we moeten doen om het balkon en het terras leuk in orde te krijgen. Het vullen van bakken, wat voor materiaal dat we daarvoor nodig hebben. Nou, het begint natuurlijk allereerst met allerlei soorten van potten. In feite maakt het niet uit of dat u nou een nieuwe pot heeft of een oude pot. Als u hem leuk opvult dadelijk, dan tonen ze allemaal mooi. Nou, iedereen kent de balkonbakken, waar hanggeraniums in komen en andere afhangers. Uiteraard hebben we goede potgrond nodig. Daar hebben we twee soorten voor, de normale potgrond en de kokospotgrond. Kokospotgrond heeft als extra dat je krijgt er geen vuile handen van. Het is een schone grond. Hij houdt wat meer vocht vast, dus je hoeft iets minder water te geven. Uiteraard moet er mest in de bakken. Daar hebben we onze pillen voor, onze super bemestingspil, die ook het hele jaar mest afgeeft. En door de potgrond doen we de mycorrhizen, de schimmels, puur om betere beworteling te krijgen en mooiere planten. Onder in de bak daar doen we kleikorrels voor de afwatering. En de kleikorrels nemen tevens vocht op, dat als de plant extra vocht nodig heeft, hij het ook nog daaruit kan halen. En dan hebben we een krantje nodig om de afscheiding te maken tussen kleikorrels en potgrond. Dat niet alle potgrond tussen de kleikorrels zakt. Die doen we in de kruiwagen of in een bak. Zet je zijn zak leeg, dan pakken we vervolgens een zakje mycorrhizen, de schimmels. Die gaan we door de potgrond doen. En de bedoeling is dat we die goed mengen. Dus dat doen we nu eventjes. Onder in de bak een laagje kruikorrels. In zo'n bak die groeit straks helemaal vol naar wortels, daar leggen we geen krant tussen. Want het heeft weinig zin. Want die wortels van die planten die zitten toch meteen in de kleikorrels. Dan doen we de zand in. En dan gaan we aan het planten. Nou, in deze bak die zullen we eens vullen met Oostenrijkse hanggeraniums. Voor de leek kan die hanggeraniums op het tuincentrum altijd herkennen aan de stokjes die erbij zitten. Die zijn ter ondersteuning dat de takken niet afbreken. En de staande die hebben dat dus niet. De bedoeling is meestal van dat een balkonbak met hanggeraniums naar voren groeit. Dus daar houden we al rekening mee door de plant enigszins schuin erin te zetten. Dan drukken we die stokjes wat aan. Dan met de wind gaan die geraniums niet afbreken. Nou, in zo'n bakje kun je dus 3 of 5 geraniums zetten.
Die voorste altijd even wat naar voren. De stokjes naar beneden duwen. Nou, voor de mensen die zeggen van ik kies voor hele volle bakken, kan je er hier nog twee achter zetten. Maar dat hoeft niet per se, maar dan krijg je dus hele mooie volle bakken. Nou, het enige wat nu nog moet gebeuren, dat die bak mest nodig heeft. Nou, dat kan met onze bemestingspil. In feite is één bemestingspil voor een bak van 60 centimeter is genoeg. Dus wat doen we? We doen die pil even proberen in stukken te maken. Misschien dat ik het... Ja. En dan doen we overal, stoppen we een stuk erin. Nou, in feite heeft nou die bak voor de hele zomer mest. In die bakken dan ziet u van die meestal wat die bobbeltjes zitten. Als u daar nou de gaatjes in maakt voor de waterafvoer, blijft er wat meer vocht onder in de bak staan, waardoor de planten minder snel uitdrogen. We doen hier eerst weer even wat kleikorrels in. Niet vergeten om altijd na het planten een keer water te geven, want doordat je met die planten bezig zijn geweest, gaat er toch een deel van het vocht verloren. Dus als u geplant heeft, even aangieten en dan is het goed. Zo'n bloembak heeft bijna dagelijks water nodig. Het is een klein oppervlak. Er staan veel planten eigenlijk in voor dat kleine stukje. Dus het heeft vrij veel vocht nodig. En u moet ook niet vergeten, als het nou regent, de meeste regen valt naast de bak. Dat is natuurlijk sowieso al, maar doordat de planten dichter gaan groeien dadelijk, komt er maar heel weinig regen in de bak. Dus ook als het geregend heeft, toch regelmatig controleren. Want ik denk dat u hem bijna dagelijks wat water moet geven.